De cultuurorganisatie NAX heeft vanmiddag het rapport Sranantongo naar uniformiteit in de spelling overhandigd aan minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het rapport werd overhandigd door de voorzitter van NAX, Sigmund Staphorst, en de voorzitter van de door NAX ingestelde commissie Sranantongo Spelling, Eline Granoost. Volgens de organisatie is het de bedoeling om het eindresultaat van de verrichte evaluatie onder de aandacht van het ministerie te brengen. De bewindsvrouw vindt de aanzet van dit rapport een goed begin. En voordat je het in de school brengt, is het goed als je met elkaar afspreekt hoe die taal precies gesproken wordt en hoe hij geschreven wordt. En in die zin vind ik deze stap enorm belangrijk. Dat we alvast met elkaar beginnen af te spreken van Faye Scrivazani. Want iedereen schrijft het op zijn eigen manier, terwijl er al aardig wat voorwerk is geweest in de afgelopen jaren. Men heeft geprobeerd om de spelling inderdaad vast te leggen, maar we laten het los. En die discussies zijn hier ook op het ministerie. Faye Scrivmungo. De ene blijft het schrijven met OE, terwijl het eigenlijk u moet zijn. Dus die discussies blijven zich voortzetten. Dus het is goed dat we weer aandacht ervoor vragen om het goed te schrijven. En daarnaast, als je weet hoe je het moet schrijven, zou je kunnen gebruiken in de school om kinderen op te vangen die geen Nederlands spreken. Minister Levens zegt verder dat er intussen al 30 talen in Suriname zijn en dat het ministerie al toestemming heeft gegeven om die talen te gebruiken. Voor de kinderen die het land binnenkomen en nog geen Nederlands praten. En in Suriname is Nederlands altijd als tweede taal aangeboden. Wij hebben dat op school altijd als tweede taal aangeboden gekregen, waardoor wij redelijk Nederlands spreken, goed Nederlands spreken. Het moment dat men het als eerste taal is gaan aanbieden, ging het fout. Dus je moet die periodes bekijken toen Nederlands ineens een eerste taal werd, dus die aanloop wegviel. Toen zijn kinderen slechter Nederlands gaan spreken dan de generatie waaruit ik voortkom. En ik denk dat we Nederlands altijd als tweede taal moeten aanspreken, want de meeste mensen in Suriname komen in het onderwijs met hun eigen taal. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. NAX hoopt met het rapport een constructieve bijdrage te leveren aan een structurele aanpak van het probleem van de Sranantongo-spelling.